Hallo! Happy, 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 happy birthday! Ballonnetje voor jou! Happy birthday! Ja, ja, happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to mama! Zo leuk! Daar gaan we zo leuke foto's mee maken. En we hebben hele gezonde taartjes. En Sylvia is er ook. Hallo! Oké, schat, vertel maar even. Wat heb je allemaal gehaald, liefde? Allemaal cheesecakejes. Cheesecakejes? Ik eet nooit taartjes. Voor mij. Lekker. Lekker. Karameltaartje. Heerlijk. En allemaal vitamine erin. Helen is er ook. Hallo! Wat ben je weer beeldig? Nou, Bobby, dat is misschien. Je haar en je jurkje. Heel mooi. Supermooi. Ja, lief. Maar je haar is ook echt beeldig. Je bent echt een leeuwin vandaag. Ja. Ja, echt. Birthday to mama. Happy birthday to mama. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to mama. En dit zijn de vriendinnetjes Helen en Sylvia en Renéetje. Mijn moeder is jarig, zij is gezellig bij ons langs. We gaan zo meteen lekker uit eten. En dan gaan we eten bij Pasta e Pasta. Daar komen ze hoor, de Sex and the City Girls. Gaat ze maar naar binnen hoor. Oké. Okay. Ga maar naar binnen. Ik kleur met de... Hallo. Wat wil je doen met mijn man? Even kroelen. Mooie foto. Een fotootje maken voor jullie? Wacht, ik maak wel een mooi fotootje voor jullie. Wij gaan lekker eten bij Pasta. Hey, Pasta. Hi. Hallo. Wat gereserveerd? Proost. Happy birthday, mami. Goedemiddag allemaal. Het is zaterdag. Gisteren mijn moeder's verjaardag gevierd. Superleuk gehad. Ik heb net even een stukje thuis gefilmd van Tom. Die is de muur aan het Venetiaans stukken. Het is zometeen het eindresultaat. En Ryan, Bowie en ik zijn naar Petite Amélie gereden. Dat is een prachtige showroom van allerlei kindermeubels. Bedjes, ledikantjes, kasten, commodes. Ik had het online gezien. En ik vond dat ik echt, nou ik was echt op slag verliefd op bijna alles. Maar toch wil je even achter een commode staan. Even voelen hoe hoog, hoe laag is die. Dus hebben we besloten om even langs te gaan. Ja, we zijn verliefd geworden op een commode. We denken tegen de nieuwe muur. Qua kleurencombinatie dat we nu wel echt een hele mooie combi hebben gevonden. Mijn man daarentegen wil heel graag borstvoeding geven. En hij wil hier dus met zijn kleine baby straks gaan wiebelen. En deze stoel, daar wil hij niet meer vanaf. Echt, zit hij zo lekker, schat. Ik vind hem ook heel mooi. Maar waar gaan we die neerzetten dan? Oh, waar die roze stoel nu staat. Maar die witte die ik dan thuis heb, is ook een wiebelstoel. Hoe ziet hij eruit? Precies zo. Ook met zo'n zacht ding. Teddystof. Teddystof? Mm-hmm. Dan ga ik deze in elkaar zetten. Oké, dan kan jij voelen. Dus ja, ik ga jullie even laten zien wat wij nu in onze gedachten hebben wat we ga graag eerst. Willen. Oh, eerst even zitten. Bowie, pas op. Kleine Toesje. Nee, maar niet meer zo klein, hè. Je mag ook wel op mijn schoot, hoor. Sorry, je hele jurk barst open. Ja, ik barst ook echt open aan alle kanten. Weet je wat ik met dit heb? Ik denk dat ik ergens een trauma heb opgelopen. Vroeger, in een pretpark, met die... boot. Dat, nee, er is een moment, er is een punt dat ik dan denk dat ik achterover kieper. Dat kan niet, joh. Nee, maar dat kan dus niet. Dus ik moet gewoon vertrouwen. Het is wel heel lekker dit. Dit inderdaad. Ja. Wij zaten dus te denken aan deze commode. Omdat het natuurlijk, het is een heel mooi lief zacht kleurtje. Ze hebben hem ook in het wit en in het grijs.
Maar wij denken dat deze kleur wel heel erg leuk gaat staan, omdat onze muur dus een hele mooie beige tint gaat krijgen. Hebben we dus allebei gevoeld dat de hoogte goed is. Ik kon het online niet zo heel goed zien. Dus echt wel fijn dat ik het nu even kan voelen. En we gaan een verlengstuk er inderdaad op doen, dat je het aankleedkussen kunt twisten. En dan gaan we voor deze kast, voor haar kleertjes. En dit is eigenlijk gewoon in dezelfde stijl. Het is de Etoile, geloof ik. Etoile lijn. En dan gaan we wel voor deze kleur. Waarom? Omdat deze kast ook in onze slaapkamer zou komen te staan. En deze tint past gewoon wel echt bij de rest. En dan maken we het commodehoekje gewoon echt helemaal girly girly. En dan houden we de kast gewoon rustig voor het geheel. Hallo Skadi. Hallo. Ben je lekker bezig? Jawel hoor. Wordt het mooi? Ja, super mooi. Beter, ja, hè? Ja, dat is gaar om te zeggen. Nee, maar de kleur is echt beter in deze ruimte. Het lukt in ieder geval, laat het zo zeggen. Goed zo. Ja. Een hele goede middag. Goedemiddag. Wij zitten in Fredje's auto. En we zijn onderweg naar een studio in Almere. Waar wij een paar zwangerschapsfoto's gaan laten maken door een fotograaf. Heel even, 2 seconden. Allemaal Almere afslagen. Oh ja, afslag 3, deze. Oh deze? Shit, dat was die. Oh. Timing, we moesten hier eraf. Dus dan gaan wij zwangerschapsfoto's maken. Omdat wij dat sowieso nog wilden doen. Fredje heeft dan mijn make-up al gedaan. Maar zo meteen in het licht zal ik het beter laten zien. Haar gaan we daar even in klikken. En het worden een beetje simplicity pictures. Gewoon you heel... En de baby belly. Me en de baby belly. Niks bijzonders qua mega jurken en vlinders op mijn lijf. En bodypaint en dat soort dingen. Dat allemaal niet. Grootse juwelen. En nu je nog lekker op begint te zwellen, denk ik juist dat het nu mooi is om te doen. En niet over een paar weken. Dan ben je niet meer om aan te zien. En het Michelin poppetje. Nee hoor, schat. Leuk, dus we nemen jullie weer gezellig een dagje mee. Nee, vorige week hadden we de L'Oreal vlog en vandaag hebben we de pregnancy vlog. We zijn er. Fred is even maar aan het toeperen. Wat vind ik je make-up lookje weer beeldig, Free. Heel leuk hè, deze. Wat we dus nu anders hebben gedaan, hoe jullie me eigenlijk vrij weinig zien. Want ik draag alleen maar oogschaduw en mascara als ik make-up opdraag. Ik heb echt met een oogpotloodje gespeeld. Dus dan heb je meer toch een cat eye zonder dat je een eyeliner hebt. Ja. Dus echt super mooi haar in van Real Hair online. Zoals jullie kunnen zien is mijn eigen haar qua glans echt sinds deze zwangerschap echt... Vooruit gegaan. En dan hebben we dus nu puur echt mijn eigen structuur, ja, stijl haar... door laten lopen in pure verlenging. Niet zozeer echt heftige volume. Nee. Als je zo'n bos hebt. En is het een beetje gefeund zo hier. Als je nu zo kijkt. Kijk dames en heren. Dan kun je nu het lookje inderdaad mooier zien. Zie je dat? Dus vanaf hier tot daar toch wat donkerder. Maar verder niet. Kijk eens. I feel pretty because you did my makeup oh, and hair and beauty. Ja, zo. Ja, dag schat. Hoi schatje. Hier is je doos. Ergens zit hier gereedschap in. Het zit in een rood zakje. Rij gaat eens een keertje iets doen hoor in huis. Buiten koken om dan. Nee hoor, je doet altijd heel veel in huis, schatje. Ja, ik verbaas je altijd en dan denk ik, oh, hij kan het wel. Maar ja, maar je doet altijd alsof je het niet kan, maar je kan het wel. Hij gaat nu samen met zijn middelste zoon een stoel in elkaar zetten. Een heerlijke wiegstoel voor de baby straks. Heel makkelijk hoor, die van Westling zet je zo in elkaar. Dus alleen maar de pootjes moet je er waarschijnlijk onder doen. Zo gepiept. Ja, ik voel nu al dat ik die andere stoel aan moet hebben hoor. Zo ik zie al helemaal hoe zo meteen die stoel klaar is en hij niet staat. Gat, je spet het in op mijn hoofd gewoon, serieus? Jij voelt dat toch omdat je koud bent? Ja, omdat je op mijn hoofd spuugt. Deze nu toch? Zo. Bijna. Gaat ie. Je wiegstoel. Zo. Deze stoel zit niemand in. Ik ben zo voor het voeden. Om het babytje slaap te wiebelen. Oh, dit wiegt wel lekker, Sjoe.
Hij gaat ver naar achter deze. Kom maar. Tietje. Anne Tietje. Yes. Hij zit echt zijn hefstoel. Hij heeft best zijn hefstoel. Goedemorgen allemaal. Nou, de stoel staat. Kijk, hoe mooi. Super cute. Even denken waar we die nu gaan plaatsen. Daar zit mijn kleine Bowie. Daar is mijn Rox. Ik ga nu heel even een broodje voor mezelf klaarmaken. Bowie, heb jij nog honger? Ik heb nog een beetje honger. Dus jij wilt ook nog een broodje eten. Oké, dan ga ik dat zo voor jou maken. Voordat wij gaan. Later gaan wij zo maar lekker... Hoesie. Gaan wij eventjes naar showroom. We zijn eigenlijk steeds een beetje bezig met allemaal kleine aanpassingen in huis. Deze afspraak stond al een paar maanden geleden. Alleen elke keer werd het verzet. Omdat wij niet meer konden, omdat zij niet meer konden. Vandaag gaat hij wel door. En vanuit daar rijden we dan straks weer naar Den Haag. Waar we weer een pret-echootje gaan doen. En dan neem ik jullie gewoon weer even gezellig een dagje mee. Mijn hele huis staat vol dozen. Er komen steeds meer dingen binnen voor de... kleine meid. Dus dat is leuk, al die voorbereidingen. Daartussen zijn de kinderen ook bij ons, want het is vakantie nog steeds, de laatste week. En daarbij moet ook nog heel veel gewerkt worden wel. Dus het is een beetje plannen nu. Oké, voeten omhoog. Dat is wel iets wat ik nu de hele tijd doe. Zodra ik zit, waar ik ook ben, voeten omhoog. Dan gaat het goed met mijn vocht. Als ik mijn voeten laat hangen, is het echt einde verhaal, einde dag. Ik ze omhoog houden de hele dag, momenten dat ik kan. Gaat het helemaal prima. Ik merk dat nu het niet meer zo warm is. Dan gaat het beter. Ik hield echt mega vocht vast. Ik weet eigenlijk niet of ik dat in mijn vlog heb gedeeld. Net op story. Soms vergeet ik het hoor jongens. Want dan heb ik al zoveel gedeeld op story. Dat ik eigenlijk het vergeten ook te delen op de vlog. Weet je wel. Anyway. Ik hield dus heel veel vocht vast. En dat is nu weer echt stukken minder. Dus dat is chill. En het hoort er gewoon allemaal bij hè. Alright. Broodje eten. En ik zie jullie zo. Ben je lekker aan het denken schat? Ik heb even een andere trui aangetrokken. Want mijn Mickey Mouse trui, die was niet gestreken. En dat kon echt niet, zeiden Ryan en Luca. Luca was ook even bij ons. En ik had geen zin om te strijken. Ze hebben een andere hoodie aangetrokken. Een hoodie op, wat is het? 17? 18 augustus. Dat is volgens mij iets wat ik nog nooit eerder heb gedaan. Op 18 augustus met een winterhoodie lopen. Het is wat het is. En als dat dan het ergste is, hoorde ik trouwens net het bij mij ook. In Zuid-Frankrijk waren er ook weer bosbranden. En mijn broer woont daar en dat zij zelf ook het huis uit moesten. Het is allemaal goed gegaan, er is niks gebeurd gelukkig. Het is een ellende man. En dan Afghanistan. En dan Haiti. En dan, oh man, ene ellende naar de andere ellende. En ik probeer me er wel een klein beetje van af te sluiten als in het is wat het is. Het is er, ik ontken dat ook niet. Alleen ik kan er persoonlijk helemaal niks aan doen. Maar merk wel dat het heel heftig is. Dus... focus on the pregnancy. Oh, bonnetjes vergeten. Nou, dat betekent niet. De bonnetje is belangrijk. Ja, omwille de rust in mijn hoofd en probeer ik het gewoon niet te dichtbij te laten komen. Wat? Al die ellende in de wereld. Afghanistan, Haiti, de bosbranden. Donna en de kinderen moesten gewoon evacueren, het huis uit. Bij hun thuis? Allemaal bosbranden daar. Heftig. Dus het is allemaal goed gekomen, maar toch, ellende. Oh ja, dat zijn die spikkeltjes. Dat is echt zo'n kettingtje. Een kettingtje, ja. Een parelkettingtje. Ik zie het. Goedemiddag. We zijn de volgende dag. En mijn batterij was uitgevallen. En jullie hebben gezien dat wij in Den Haag waren. Bij Baby's World. Waar wij onze laatste pret-echo hebben gedaan. Het schijnt zo te zijn dat na 30 weken kan het zeker nog wel. Maar dan wordt het wel wat moeilijker. En de vorige keer was ze nog zo klein. Dus toen waren we weer uitgenodigd. En we hebben echt één fotootje waar je haar zo... Haar zijkantje en haar mondje en haar neus zo goed kunt zien. Ik wil het wel even heel graag nog met jullie delen. Kijk nou, hier. Zie je dat neusje? Mondje. Ze had altijd de hand ook voor zich. En de navelstreng. En eigenlijk was het niet helemaal perfect, haar ligging. Maar we hebben wel echt, hier zie je het ook wel goed, bovenste, neusje, mondje. Hier iets meer van de zijkant. Dat vind ik dus mooi, want dan zie je zeg maar echt het gezichtje. Ja, dus het was weer helemaal leuk, joh. Prachtig. Leuke praktijk, Baby's World. Echt fijn hoe ze daar
de tijd voor je nemen. En een hele fijne echoscopist ook. Dus dat was super leuk, deze ervaring. En nu is het alleen nog maar check-ups en strakjes bevallen. That's about it, jongens. En dan zijn die 9 maanden voorbij gevlogen. Nou, jullie hebben in deze vlog gezien dat we ook zijn gaan meubelshoppen bij Petite Amélie. Nou, ze hebben daar dus eigenlijk bijna alles op voorraad. Dus wij hebben een dag daarna of 2 dagen daarna hebben we alles in bestelling gezet. En een dag later werd het geleverd. Dus alles ligt al een aantal dagen hier in dozen ready om in elkaar gezet te worden. Dus dat is wat Ryan en ik vandaag gaan doen. En ik zal jullie nog even het eindresultaat laten zien van de muur. Onze anthraciet grijze muur in de slaapkamer. Omdat dat ook... We wilden gewoon een nieuw fris kleurtje. Maar ook omdat de baby in ieder geval het eerste jaar bij ons zal blijven. Wil ik ook gewoon alles bij de hand hebben. Uiteindelijk gaat ze naar boven. Daar hebben we gewoon 3 grote slaapkamers. Maar ik wil haar niet boven hebben liggen als wij beneden slapen. In haar hele eerste jaar, zeg maar. Dus ze blijft dan bij ons. Maar toen dacht ik wel, heel fijn is het om wel alles bij de hand te hebben. Dus de commode, haar kledingkastje, dat we gewoon ja, alles op 1 verdieping hebben. Dat ik niet met mijn baby naar boven hoef om haar te verschonen of om haar om te kleden. Weet je wel, dat ik dat gewoon allemaal lekker op de begaande vloer heb. Dus dat is eigenlijk de reden dat wij onze muur ook hebben aangepakt. Omdat we het wel leuk gaan aankleden. We maken wel echt een babyhoekje. Dus ik ga jullie even de muur laten zien. Nou, dit zijn in ieder geval alle binnengekomen dozen van Petite Amélie. My sleepy dog. En dit is de prachtige muur. Zo mooi. Ik denk dat ik even andersom moet gaan, want je ziet heel mooi die weerspiegeling. Dat vind ik dus zo vet aan Venetiaans stukwerk, dat het heel mooi weerspiegelt. Het was dus zo'n hele donkergrijze muur. Het was eigenlijk die kleur. En dan is het dus nu dit. Een beetje champagne-achtig, mooi beige, een mooi nieuw tint. En dus Venetiaans stukken, dat is zeg maar dit. Dat je van die mooie vegen en vlekken erin ziet. Dus waardoor het echt een marmeren look krijgt. En dus die weerspiegeling, die dus zo vet is. Want dan lijkt je slaapkamer gewoon 2 keer zo groot. Of in ieder geval de kamer, je muur. Dus dit is de muur nu. Yes! Dus wat mij een goed plan lijkt, wij gaan lekker rommelen. Ik ga dat allemaal filmen en dan zullen jullie dat in de volgende video te zien krijgen. En dan zien jullie het uiteindelijke resultaat van haar commode, haar kledingkast en ja, hoe we het allemaal gaan indelen en zo. Dat komt dan allemaal wel in de toekomst, in alle aankomende video's. Voor nu wil ik jullie ontzettend bedanken dat jullie hebben gekeken naar deze vlog. Geen lipstift op mijn tanden. Top, want het gebeurt wel eens dat ik dan een heel outro of intro opneem met lipstift op mijn tanden. Even de check. Ik wil jullie dus ontzettend bedanken. Ik hoop dat jullie het weer een gezellige, leuke vlog vonden. Nu langzaamaan gaan echt alle voorbereidingen in. Met betrekking tot de komst van ons kleine hummeltje. En nu moeten we ook gewoon gassen. Nu hebben we gewoon geen there's no way back. Ik dacht, oh, we hebben nog zoveel maanden. Oh, we hebben nog 5 maanden. Oh, we hebben nog 4 maanden, weet je wel. En dan ineens is het al zover. Dus we gaan aan de bak. En ik neem jullie met heel veel plezier mee in dit nieuwe avontuur. En ja, kijk er naar uit. Helemaal leuk. Geniet van jullie dag. Fijne zondag, want jullie kijken deze video op zondag. Of misschien wat later. Fijne week. Een fijne dag voor iedereen. Op wat voor dag je ook maar kijkt. Mwah, dikke kus en tot snel. Doei.